naar de routezoeker, zoekenroute. En hier kan je dan verder gaan filteren. Dat leggen we uit in een andere webinar. Ik zal hier wat gaan inzoomen. Voilà. Hier krijg ik dan een lijst met allemaal routes. En die lijst, naar gelang je gaat filteren, kan je ook gaan sorteren op verschillende mogelijkheden. Dat staat standaard ingesteld op relevantie. Maar je kan ook gaan sorteren op naam, meest bekeken routes en ook op routescore. De vraag die nu waarschijnlijk rijst is, wat is het verschil tussen de sortering op relevantie en de sortering op score? Wel, als je gaat sorteren op relevantie, wat standaard ook ingesteld staat, dan is het niet alleen de routescore die in rekening wordt gebracht, maar we gaan daar ook gaan kijken naar hoe recent is dat traject, of op welk datum is dat traject eventueel bijgewerkt geweest, is dat ook nog maar onlangs gebeurd of is dat al langere tijd geleden. We gaan ook in rekening nemen hoeveel keer dat traject al bekeken is. Als ik hier nu op doorklik, dan zal je zien dat die informatie hier ook wordt meegegeven bij de route. Wat we ook nog in rekening brengen is hoe vaak een traject aan de favorieten is toegevoegd door andere routegebruikers. En we gaan ook bijvoorbeeld kijken hoe vaak een route naar route toe wordt aangegeven dat het hier om een aanraderroute gaat. Al dat soort zaken. Dat gaan we in rekening brengen als het hier om relevantie gaat. Dat is ook de reden waarom je dan hier bijvoorbeeld kan zien dat een route van 4 sterren gesorteerd wordt voor een route met 5 sterren. En dat is dus omdat niet enkel die score in rekening wordt gebracht. Ga je hier dan jouw zoekresultaten gaan sorteren op routescore, dan zal je zien dat altijd de routes met de hoogste routescore bovenaan komen en hier dus ook deze met 5 sterren voornamelijk bovenaan zullen komen. Weet dat je ook in het filterproces hier kan aangeven dat je enkel routes van een specifieke score of van minstens een bepaalde score kan weergeven. Dus hier kan ik ook perfect zeggen van routes van minder dan 4 sterren, die wil ik niet te zien krijgen. En als je hier dan instelt van de score moet minstens 4 sterren zijn, dan zal je die niet zien. Ook niet als je hier gaat sorteren op relevantie, dan komen ook die routes van minder dan 3 sterren niet tevoorschijn.